de twee kranen die het verste weg staan, helemaal achterin, die zijn bezig met het aanbrengen van de kreukelberm. En de kreukelberm die is zeg maar bedoeld om de teen van de dijk op zijn plek te houden. Dan de vierde kraan vanaf hier gezien, die is bezig met het onder profiel brengen van de ondergrond. Dat dadelijk de bekleding onder de juiste helling wordt aangebracht. Vervolgens zie je daar een oranje kraan voor staan. Die is bezig met het zetten van de teenconstructie en het aanbrengen van het filterdoek. Het filterdoek dat is ervoor bedoeld om zeg maar, de ondergrond, dus het dijklichaam van klei of mijnsteen, op zijn plek te houden. De kraan die daarvoor staat, de gele kraan van Razenberg, is bezig met het aanbrengen van de filterlaag. En op de filterlaag worden uiteindelijk de betonzuilen gezet en dat is de voorste kraan die je ziet. En de betonzuilen die we hier aan het zetten zijn, die zijn voorzien van een eco-toplaag. De eco-toplaag die is bedoeld om dadelijk weer daar plantjes en wiertjes op te laten groeien.